In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, één God, amen. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven. Leuk dat je kijkt. Vandaag gaan we het hebben over een vers die staat in het Nieuwe Testament. In een verhaal wat we allemaal kennen, in een verhaal waar we allemaal van houden, in een verhaal waarin we zien hoe menselijk en respectvol en lief de Heer Jezus eigenlijk was tegen de mensen. Ook tegen de mensen waar de andere mensen niet zo lief tegen waren. En dit is een verhaal, een gesprek eigenlijk, tussen de Heer Jezus en een dame, een mevrouw, die niet mee mocht doen aan de maatschappij. Die werd gezien als minderwaardig, die werd gezien als dat ze niet mee mocht doen, door zelfs de discipelen, eigenlijk door iedereen. En het gaat hier om de Samaritaanse vrouw. Het verhaal van de Samaritaanse vrouw, het gesprek met haar, staat in Johannes 4. Dus in het evangelie van Sint Johannes, hoofdstuk 4. En dit evangelie wordt vaker per jaar in onze kerkelijke curriculum, in het curriculum van de Koptisch Orthodoxe Kerk, wordt het vaker per jaar gelezen. 3 keer. 1 keer in de zondag van de Samaritaanse vrouw in het grote vasten. De 2e keer in de zondag van het water in de heilige 50 dagen na Pasen. En 1 keer tijdens de viering van Pinksteren. Dus 3 keer. En je kan dat heel makkelijk onthouden, want zij is, dit evangelie wordt gelezen dus op de 4e zondag van de vaste, op de 4e zondag van de 50 dagen na Pasen en met Pinksteren. Dus best wel vlak op elkaar, best wel dicht bij elkaar. En makkelijk te onthouden dus. 3 keer, 4e, Pinksteren. 4e zondag, Pinksteren. En ik wil het vandaag eigenlijk met jullie hebben over een klein stukje uit uit het gesprek tussen de Heer Jezus en de Samaritaanse vrouw. Wil ik het hebben over een kleine vers en die is makkelijk te onthouden ook weer, want het is hoofdstuk 4 vers 14, dus Johannes 4 vers 14. En daar staat, daar zegt de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw: wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, dat zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Helemaal tot in het eeuwige leven. En waar heeft de Heer Jezus hier eigenlijk over? Want dat zei die mevrouw ook, hè? Dat zei ze ook tegen hem. Van wat voor water, waar heb je het over? Want ik geef me dan van dat water, want ik drink de hele tijd, ik krijg opnieuw dorst, moet ik hier weer komen. Midden op de dag, waar er, als er niemand is, want ze kijken me allemaal aan met de nek en ik heb daar geen zin in, ik word daar hartstikke moe van. De mensen haten mij, de mensen shamen mij continu. Ik wil dat niet, geef me alsjeblieft van dat water waarvan ik nooit meer dorst krijg, alsjeblieft. Maar de Heer Jezus bedoelde natuurlijk niet water wat je kan drinken, zeg maar, om je lichaam in leven te houden. Maar de Heer Jezus bedoelde hier eigenlijk: kom naar mij voor die liefde die jij zo nodig hebt. Voor die liefde die jij zo zoekt. Voor die aandacht die jij zo zoekt. Voor dat respect wat jij zo zoekt. Want deze mevrouw was dus 5 keer getrouwd geweest. En 1 keer, dus de laatste keer, de man met wie ze samenwoonde, was niet haar huidige man. Zij zocht naar aandacht. Zij zocht naar respect. Zij zocht naar zoveel meer dan wat de wereld om haar heen haar bood. Zij zocht naar allemaal mooie eigenschappen, zij had een geestelijke honger, zij had een geestelijke dorst. En dat is eigenlijk ook meteen wat de Heer Jezus zag, waar de Heer Jezus meteen op inspeelde. Hij zei niet tegen haar, laten we samen een terrasje pakken. Daar ging het helemaal niet over, want de Heer Jezus had haar best water kunnen geven waarvan ze inderdaad lichamelijk nooit meer dorst zou krijgen. Maar daar ging het niet om. De Heer Jezus wilde haar van dat water geven, dat zou opwellen, dat het in haar een bron zou worden en zou opwellen, zoveel zou worden, meer zou worden, meer zou worden, helemaal tot in de hemel. En dat is precies wat er gebeurde, want zij wilde deze boodschap niet voor zichzelf houden. Dus toen zij dit hoorde, toen zij besefte dat de Heer Jezus haar inderdaad zoveel liefde, zoveel aandacht, zoveel respect kon geven, wilde ze dat meteen delen met alle mensen in het dorp. Zelfs de mensen, dus alle mensen die haar een beetje met de nek aankeken en vonden dat zij minder was dan hen. Zij had de bron gevonden. Zij had de bron gevonden van al die mooie dingen. En dat wilde ze delen. Dus zij heeft al deze dingen, dat stukje dat ze dat wilde delen, heeft ze mee kunnen nemen tot in de hemel. Zij heeft dat bij zich kunnen dragen. Zij heeft dat kunnen verzamelen als een van haar schatten. Betekent dat dan dat zij geen pijn heeft gekend of leed heeft gekend? Dat denk ik wel. Want als je
vijf huwelijken hebt gehad die niet zijn doorgegaan, dan weet je wat het is om een gebroken hart te hebben. Dan weet je wat het is om pijn te lijden. En de Heere Jezus wilde haar gewoon een soort van pleister geven daarop. Een eeuwige pleister. Een pleister die haar zou verzekeren ervan dat, ja, ik weet dat je nare dingen hebt meegemaakt. Ik valideer dat je nare dingen hebt meegemaakt. Maar het is ergens goed voor geweest. Want als dit niet allemaal was gebeurd. Als jij niet een verkeerd leven had geleid. Als jij niet nu samen had gewoond en minder was in het oog van het volk. Als dit allemaal niet was gebeurd. En als jij daardoor niet midden op de dag water had komen putten. Dan was je mij nooit tegengekomen. Dan had ik nooit tegen jou gesproken. Dan had ik nooit tegen jou gezegd. Hier, heb van dat levende water. Dus de Heere Jezus heeft deze hele situatie zo kunnen omvormen voor haar dat eigenlijk een heel saai klusje, een heel stom klusje van waterputten, hartstikke vermoeiend in de zon, moeilijk, zwaar. Hij heeft het gemaakt tot iets wat een bron van zegen is geworden, niet alleen voor de Samaritaanse vrouw, maar voor het hele dorp. En later voor veel, veel meer mensen. Want het mooie is, het verhaal eindigt hier niet, in het evangelie van Johannes. Maar de Samaritaanse vrouw heeft zich met Pinksteren laten dopen en zij heeft de naam aangenomen van Fotina. En Fotina betekent de verlichte, zij die het licht heeft gezien. Dus zij werd uiteindelijk ook een heilige in onze kerk omdat ze het woord van God zo heeft gebracht, zij en haar kinderen. En Sint Fotina is dus een van de heiligen, de Samaritaanse vrouw, die helemaal niet naamloos is, die helemaal niet naamloos is gebleven. Iemand die het woord van God heeft gehoord en er iets mee heeft kunnen doen. Zij heeft levend water gevonden. Zij heeft aandacht gevonden van de bron. Zij heeft liefde gevonden van de bron. Zij heeft respect gevonden van de bron. En het kon haar verder ook niet meer schelen dat ze al die pijn had meegemaakt van al die tijdelijke mensen en al die meningen van al die mensen die er niet toe deden. Want ze heeft Jezus. Ze heeft de Heer Jezus gevonden. Daar kunnen we superveel van leren. En dit is ook een van de redenen waarom we dit evangelie dus meerdere keren per jaar lezen. Om ons te herinneren aan God wil jou met jouw hele geschiedenis, met al jouw pijn, met al jouw narigheid, wil hij jou roepen, wil hij jou geven van die liefde, van dat respect, van die aandacht. Maar zoek er alsjeblieft naar op de juiste plek en niet bij allemaal andere mensen. Dus in het evangelie van Sint Johannes, hoofdstuk 4, vers 14, staat: wie drinkt van het water dat ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem een bron worden dat opwelt tot in het eeuwige leven. Wees een bron van de bron. Dus wees dat God. Laat God jouw bron zijn, zodat jij andere mensen ook weer kan geven. Dat zijn schatten die jij verzamelt voor in de hemel. Dat zijn schatten die niet vergaan. En dat zijn de goede dingen waar je naar moet zoeken op de aarde. Ik hoop dat ik jullie weer zie bij een nieuwe aflevering van het Woord van het Leven de volgende keer. Dag!